wij maken de muziek dat we maken omdat wij zelf heel veel geïnspireerd raken door bands dat iets anders doen. En niet gewoon in een rijtje te plaatsen vallen. Bands dat een eigen identiteit hebben, genreoverschrijdend zijn. En die toch weten te pakken zonder de gekende formule toe te passen. We repeteren hier in Hoeselt, in de garage van mijn ouders. Ik heb hier dat kot gebouwd met mijn pa, 10 jaar terug denk ik. En hier zijn al veel bands gepasseerd. Ja, meestal bands waar ik in zit dan, hè. Maar dit is de huidige band, hopelijk de laatste. Jackie had mij niet graag op het begin, toen we elkaar leerden kennen. Hij was zat die avond en heel irritant. Maar de tweede dag viel hem al veel beter mee. Ja, en toen zijn we iets later samen beginnen jammen. En dat klikte altijd super goed. Jonathan is eigenlijk het wonderkind van de band. Hij was eigenlijk al aan het trommelen toen hij 5 jaar was of zo, bij de fanfare, 6 jaar. Dus hij is gewoon opgegroeid met drumstokjes in zijn handen. En ik vind wel dat we een supergoeie drummer hebben eigenlijk. En jong ook, hè? Dus er zit nog veel groei in ook nog eigenlijk. Ik ben 12. Hij is 12, hij ziet er wel ouder uit. Hij zit dan, ja. Zwaar leven gehad op die 12 jaar. Onze opstelling is vrij normaal, in de zin van dat we gitaar, bas, drum, zang, keyboard gebruiken. Maar we vullen dat anders in, denk ik. We gebruiken drum meer als lijnen, minder als gewoon drum, maar echt als soort van melodielijnen. Gitaar kan soms geluiden proberen te maken wat niet uit een normale gitaar komen. Zang wordt meer gebruikt als instrument. Op zich gaat het makkelijk om nummers te creëren samen, want we zitten heel sterk op dezelfde lijn en we zijn allemaal heel geopinionated, maar toch lukt dat makkelijk. Ik denk dat het moeilijkste is dat je gewoon zoveel kanten op kunt met één nummer en dat we ook in staat zijn om al die kanten op te gaan en dat je gewoon heel goede keuzes moet maken van wat is precies wat we willen doen. Ja, we gaan er eigenlijk altijd vanuit als we aan een wedstrijd meedoen, tot we gaan winnen eigenlijk. Het is altijd anders. Ja, en dat gebeurt meestal ook. Ja, het is niet om arrogant te doen, maar ja. Behalve toen die ene keer in Limomania. Limomania,
we hebben het tegen u. Ja. Ja, we gaan niet meer meedoen bij u. Hè. En ook, ook de Rock Rally, die selecteren ons nooit. Ja. Hoeveel keer hebben we al een demo ingestuurd voor Rock Rally? 2 keer. Blijkbaar, die demo-jury weet van niks daar. Ja. Maar ja, dat is hun, hun probleem. Hè. Voilà, 1000 likes op Facebook was het probleem. Knip dat er maar uit.